Goeiedag, mijn naam is Sonja Hendriksma van Buurtmaaltijd Bloemenbuurt Amsterdam-Noord. Daar kookte ik. Door Linda Mulder is dat 9 jaar geleden opgestart. Een buurtkamer waar we gingen koken voor 1 keer per week voor mensen uit de buurt. Voor oud en jong. Nu momenteel door de coronatijd moesten wij sluiten. Ik ging daardoor thuis koken voor de mensen, voor de ouderen en mensen die niet buiten konden komen. Daar bracht ik het langs. Op Facebook hadden ze dat gezien en er kwamen meer aanmeldingen. Op een gegeven moment had ik 20 mensen en toen vroeg ik of ik dus toch in de buurtkamer mocht koken. Dat mocht. Samen met Kees ben ik teruggegaan, zijn we gaan koken voor 20 tot 30 man. Op een gegeven moment was het 50. Toen kwam Jascha erbij. Jascha die heeft ons meegeholpen met koken, is ook een kok. Op een gegeven moment kwam de roze tanker, die wou ons ook helpen. Die had fietscouriers, die brengen dus het eten rond. Nu momenteel zijn we dus met 70 mensen dat we rondbrengen. Voor 70 mensen brengen we rond. Op het moment krijgen we financieel krijgen we heel veel steun van de kerk, van de mensen zelf en ook gewoon uit levensmiddelen. Onze vraag is dus, heb je eten nodig? Kun je altijd ons bereiken? Dan kun je ons nog bellen. Wil je doneren graag in financiële vormen, in bakjes en graag andere levensmiddelen wat houdbaar is? Wilt u nog meer weten? Dan kunt u mij terugvinden op Facebook. Sonja Koop.